Welkom bij de reeks video's die ik ga maken over de samenvatting over de samenvattingen die je nodig hebt voor SE3. En dit is het eerste deel en vandaag ga ik me bezighouden met grafieken. Dus maak je borst maar nat. Nou, met grafieken kun je meerdere dingen en wat ik vandaag met jullie wil bespreken is even van de basisideeën die Newton voor ons gelegd heeft. En dan niet in de zin van de wetten van Newton, maar in de wiskunde die Newton daarvoor af moest leiden. Het gaat namelijk over twee dingen. Over de richtingscoëfficiënt van grafieken en over oppervlaktes van grafieken. Als je dit stuk kunt volgen, dan kun je de basis volgen van eigenlijk de complete wiskunde van Newton. Goed, wat wil dat nou zeggen? We hebben, als we zo naar deze twee grafieken kijken, de een is een kopie van de ander. Dus dat betekent hier bij deze grafiek. Ga je kijken naar de helling van die lijn, dat is dus de richtingscoëfficiënt. En bij die andere grafiek ga ik kijken naar de oppervlakte onder die grafiek. Die twee ideeën moeten we eventjes vasthouden, want ze zijn wiskundig gezien elkaars tegenovergestelde. Want in de wiskunde praat je als je over helling praat, over richtingscoëfficiënt praat, dan praat je over de afgeleide. En je zou kunnen zeggen, en sommige wiskundigen die trekken nu hun wenkbrauwen omhoog, want ik bega een doodzonde. Je zou kunnen zeggen dat de integraal, de oppervlakte onder de grafiek, het omgekeerde is van de afgeleide. En waarschijnlijk mag ik dat natuurlijk weer niet zo zeggen, maar ik doe het stiekem toch, want hier komt het uiteindelijk toch best wel op neer. Gaan we nu eventjes wat dieper kijken naar die eerste grafiek hier. Dan ga ik kijken en dan zie je hier, hij heeft hier een richtingscoëfficiënt op deze plek. Dit is een interessante plek, deze richtingscoëfficiënt. En die vergroot ik dus eventjes, de richtingscoëfficiënt op dat punt vergroot ik dus eventjes. Deze richtingscoëfficiënt is, even kijken, hij gaat 1 opzij en daarna gaat hij 1 omhoog. Dus de richtingscoëfficiënt die op die plek is 1. De richtingscoëfficiënt op deze plek hier is ook 1. Oké, hebben we nog meer interessante plekken? Ja, want we hebben ook nog eens een keertje dit traject hier, wat er eigenlijk wel vrij rechtlijnig uitziet. Is het niet helemaal, want zo heb ik het gewoon simpelweg niet getekend, maar laten we er even van uitgaan dat dit hier een rechte lijn is. Dus in dit gebied, dit stuk hier, heb ik op iedere plek van die lijn is hij even schuin. En hebben we dus overal dezelfde richtingscoëfficiënt. Deze richtingscoëfficiënt, die kan ik nu bepalen. Want de richtingscoëfficiënt bepalen we altijd door de verandering in de y, ofwel delta y gedeeld door de verandering in de x-richting. Delta x, als ik hier delta y en delta x ga opzoeken, daar hebben we delta x, daar hebben we delta y. Dan zie ik dat op het moment dat ik er... Laat ik zeggen dat delta x hier 1 is en delta y is hier 4. Ik heb geen maatstreepjes aangegeven hoor. Maar dit zijn gewoon interessante gebieden. Dan heb ik hier dus te maken met 4 gedeeld door 1. Deze richtingscoëfficiënt op die plek zoals ik het nu heb voorgesteld is gelijk aan 4. Positief 4. Want we hebben natuurlijk ook richtingscoëfficiënten de andere kant op. Dat is bijvoorbeeld de richtingscoëfficiënt op dit punt wat ik hier teken. Hier is die schuin de andere kant op. Als ik nu delta x en delta y wil... nou doet hij even wat frames mee computer. Als ik hier delta x en delta y wil bekijken, dan heb ik deze delta x. Laat ik zeggen dat die delta x is 2. En hier de verandering van y. Y verandert min 1. Hij gaat er eentje naar beneden. Hij gaat niet omhoog, hij gaat naar beneden. Dus dat betekent, op die plek is de richtingscoëfficiënt min 1 gedeeld door 2 is min 0,5. Hier is hij dus negatief. En vanzelfsprekend, voor het laatste stuk gaat hij weer omhoog. En de richtingscoëfficiënt op deze plek hier, die is positief. En wat ik hier doe... Als de richtingscoëfficiënt op één plek wil bepalen, gebruik ik daarvoor, en dan wil ik even een aparte plek daarvoor hebben, de raaklijn op die plek. Om aan te geven dat ik de raaklijn heb gebruikt, heb ik vanzelfsprekend eerst de loodlijn getekend en daarna de raaklijn. Nou kun je op je eindexamen, die zit na te kijken, dus kun je niet zien wat jij eerder hebt gedaan.
Dus het is even aan jou wat je handiger vindt. Misschien vind je het handiger om eerst de raaklijn te tekenen en daarna de loodlijn. Of misschien vind je het handiger om eerst de loodlijn te tekenen en daarna de raaklijn. Maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Zorg er wel voor dat ze er allebei staan. Oké, dat is alvast deel 1. En dat is dus het circus over richtingscoëfficiënten. Zo. En hier staat de oppervlakte onder de grafiek, dat die ook nog eens een keertje een betekenis kan hebben. Dat is de integraal. Oké, dus, oh jee. Nou weet je wat, we gaan wel even naar de volgende dia. Dit hier is de volgende dia. En ik heb hier uit Excel heb ik een functie geplot. En die functie die stelt voor y is x kwadraat. Dus dat betekent dat is een tweede graad functie. En als ik daarvan de richtingscoëfficiënt op iedere plek... Hé, hey, dat is lastig. Op iedere plek is de richtingscoëfficiënt anders. Op tijdstip 0 weet ik zeker, daar is de richtingscoëfficiënt ook 0. En hier bijvoorbeeld, daar zou de richtingscoëfficiënt nog wel eens groter kunnen wezen. Hoe gaan we dat nou afleiden? Nou, wiskundig gezien, en dat is misschien even een klein beetje intermezzo, maar het is wel handig voor je inzicht. Als ik hier dit functievoorschrift heb, dan heb ik de afgeleide van die x kwadraat is 2 keer x. Dat betekent dus de richtingscoëfficiënt gaan we bepalen, de richtingscoëfficiënt voldoet aan deze vergelijking. 2 keer x. Dus, oké, dan hebben we bijvoorbeeld op 0 hebben we een richtingscoëfficiënt, ofwel het product van de afgeleide van y, richtingscoëfficiënt, is 2 keer 0, is 0. En dat had ik nu ook wel voorspeld. Op de andere tijdstip, laten we eventjes zeggen hier op 15. Op 15 hebben we dus y-accent is richtingscoëfficiënt van deze grafiek. En die is in dit geval 2 keer 15 is 30. Klopt dat nou? Even spieken hoor. En dan doe ik het eventjes globaal. Hier is mijn raaklijn, of hier is mijn loodlijn, en dan ga ik hier de raaklijn doorheen trekken. En daar is mijn raaklijn. Als ik nou in je eindexamen een raaklijn wil aflezen, dan neem je een zo groot mogelijk gebied. Nou, ik heb deze niet helemaal mooi getekend. Ik vind het geen toppunt van nauwkeurigheid. Maar we gaan, als we hier, dit doe ik toch alleen maar eventjes voor het voorbeeld. Om de richtingscoëfficiënt op de ouderwetse manier te bepalen, zal ik nu dus hier deze richtingscoëfficiënt gaan afleiden. Hebben we hier delta x. En delta x is in dit geval, zou ik zeggen, ongeveer 23 min 8. Delta x hier is 12. En delta y. Delta y. En dan ga ik even op zijn kant schrijven. Delta y hier. En delta y is 450. En dat is ook meteen zo mooi als je een zo groot mogelijk gebied kiest. Dan weet je zeker dat je heel erg nauwkeurig aan het meten bent. Richtingscoëfficiënt, dus volgens de grafische methode, zoals ik dat nu doe, is de verandering in y gedeeld door de verandering in x. Daarmee controleer ik hem eigenlijk natuurlijk. Hè, is 450 gedeeld door 12. Nou, weet je wat? Ik ga deze 12 ga ik eventjes afronden naar 15. Want dan kom ik namelijk echt extreem mooi uit. En ik zei het al, deze raaklijn heb ik niet mooi getekend. Maar 450 gedeeld door 15 is inderdaad 30. En ik werk nu een beetje naar het antwoord toe. Oké, nou. En dan nu nog eventjes, ja, die integraal. Voor de mensen die geen integrale hebben of krijgen of wat dan ook, ga ervan uit, integreren is het tegenovergestelde van de afgeleide bepalen. Dat betekent dus, als ik van deze de integraal wil berekenen, dan schrijf ik dat zo op. En dan zorg ik er dus voor dat ik de functie ga zoeken, dat als ik die differentieer, als ik daar de afgeleide van bepaal, dat ik dan die x kwadraat weer terugvind. Dat kan. Op het moment dat ik zeg, deze is 1 derde x tot de macht 3. Even kijken hoor, als ik hier de afgeleide van bepaal.
Is 3 keer 1 derde is x kwadraat. Hey, hier vind ik die oude weer terug. Dus deze hier klopt. Nou kan ik zeggen, ik wil van dit gebied hier, wil ik de oppervlakte bepalen. En dat doe ik dus met behulp van die integraal. Dus, als ik tussen 0 en 15 de oppervlakte wil bepalen, dan kan ik dat op een geometrische manier doen. Dus dat betekent aflezen en werken met driehoeken en oppervlaktes of met hokjes tellen. Maar ik kan het ook op deze manier doen. Dit is dus 1 derde maal 15 tot en met 3 min 1 derde maal 0 tot en met 3. En 15 tot de macht 3. Oh, helemaal zo lief. Rekenmachine. Want ik ga dit natuurlijk fout doen. 15 en. Hé, waar staat die nou? Oh. Is 3375 keer 1 derde. Keer. Oh, dat doe ik het weer verkeerd. Wat hadden we hier? 15. Ja, 3375 en dat gedeeld door 3 is 1125. En wat is nou de natuurkundige betekenis? Want ja, hartstikke leuk dat we dit nu afleiden en voor sommige mensen zal dit een stapje te hoog zijn geweest. Maar, but, wat we hier aan het doen zijn, als we hier bijvoorbeeld een tijdsnelheidgrafiek hebben, dan hebben deze getallen die we zojuist hebben gevonden een betekenis. Dit betekent de richtingscoëfficiënt op die plek waar we eerder mee bezig waren. En daarvoor pak ik een andere kleur en dat doe ik eventjes paars. Wij hadden hier 30 gevonden. We zien dat er iedere seconde een bepaalde hoeveelheid snelheid bijkomt. Dus dat betekent, op deze eerste seconde hier ook, komt er een klein stukje snelheid bij. Bij deze seconde komt er een nog groter stuk bij. En bij deze seconde komt er een nog groter stuk bij. Dus de helling verandert de hele tijd. Hier, dit ding, is de versnelling. Dus daar zet ik de meter per seconde in het kwadraat achter. En de a van acceleratie voor. Tweede, die oppervlakte onder de grafiek. Ja, die oppervlakte onder de grafiek. Ga ik afleiden, zodat ik het kan snappen wat ik aan het doen ben, door even één blokje eruit te vissen en ga kijken wat betekent nou die oppervlakte van één blokje. Dat blokje is delta v hoog en delta t breed. Dat betekent om de oppervlakte van dat blokje uit te rekenen, en ik pak even wat lichtere kleur, anders zie je er niks van. De oppervlakte van dat blokje hier is delta v keer delta t. En dat is vanzelfsprekende afstand. Ik weet nu over deze beweging met een snelheid van 30 meter per seconde in het kwadraat. Met een versnelling van 30 meter per seconde in het kwadraat. Hebben we in de eerste 15 seconden een afstand van 1125 meter afgelegd. En dat is de reden waarom we grafieken op deze manier benaderen. Nou, hartstikke mooi. Kijk eens aan. Ik heb hier 4 grafieken naast elkaar gezet. Gewoon puur eventjes om het voorbeeld nu nog verder uit te werken. Waar we nou eigenlijk over praten. Wat we nou eigenlijk hebben geleerd. Wat eigenlijk de reden is dat je al die wiskunde in het verleden hebt gehad. De natuur proberen we te beschrijven. En die proberen we te beschrijven in grafieken. Maar als ik dus nu dus de functie ken. Dus de vergelijking ken die bij die grafiek hoort. Dan kan ik er heel veel dingen over opschrijven, zolang ik maar over na blijf denken. Bijvoorbeeld, ik ga hier zeggen, ik heb hier kracht en afstand. En de richtingscoëfficiënt van deze grafiek. Even kijken, ga ik even een mooi plekje pakken, zoals hier dan. En die zou ik dan flink groot moeten maken, want dat zijn namelijk de regels. Heb ik hier delta F. En hier heb ik delta S. Delta F gedeeld door delta S. Nee, dat is niks. Maar de oppervlakte hieronder heb ik hier delta F en daar delta S. De oppervlakte hieronder stelt misschien wel iets voor.
Dat is inderdaad de verandering van kracht keer de verandering van kracht keer een afstand. Yes, dat is work, ofwel arbeid. Die hebben we gehad als W is F keer delta S. Volgende, we zijn op dreef. Hier hebben we het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. En dat betekent dat, nee, hier hebben we het totaal aantal atoomkernen. En hier hebben we de tijd. Dus de oppervlakte hier is het aantal kernen keer de hoeveelheid tijd. En dat betekent helemaal geen ene biet. Maar deze richtingscoëfficiënt hier. Hier gaan we ons afvragen hoeveel atoomkernen hier verdwijnen of bijkomen in 1 seconde. De verandering van het aantal atoomkernen in 1 seconde is vanzelfsprekend de activiteit. Goed, volgende. Yes, ik ben op dreef. Wat zullen we doen? P keer T. Wat is de richtingscoëfficiënt van dit ding? P keer t, de richtingscoëfficiënt is dus delta p gedeeld door delta t. Volgens mij betekent dat niks, want nu ga ik joule per seconde in het kwadraat ga ik uitrekenen. En dat heeft helemaal geen betekenis. Maar dat heeft het andere misschien betekenis, niet in alle situaties hoor. Maar dat betekent dus hier al delta p, delta t, gaat die p keer t. En die ken ik, dat is de energie. En dan tot slot nog één hele bijzondere. Ja jongens, ik ben nu echt op dreef. We hebben vanzelfsprekend snelheid-tijdgrafieken. Die zijn het allerhandigst, want daarmee kun je ze allebei tegelijk. Deze richtingscoëfficiënt is de verandering van snelheid gedeeld door de verandering van tijd. En dat is de versnelling. Deze oppervlakte onder deze grafiek. En daarvoor pak ik eventjes dit vierkantje hier. Dit vierkantje heeft een hoogte delta v en een breedte delta t. En dat betekent dus dat dat ook een betekenis heeft. Delta v keer delta t. En dat is de afstand. Tot zover, samenvatting over grafieken. Je kunt er meer mee als je denkt. En iedere keer als je een grafiek ziet, stel jezelf als eerste de vraag: wat betekent de helling en wat betekent de oppervlakte? Veel succes ermee!